Een mooie hockeymiddag in het Gooi in Laren. HGC, zoals gezegd, de koploper. Hier al direct met de eerste treffer, vroeg in de wedstrijd. Rick van der Kan zorgt voor de 1-0 voor de ploeg uit Wassenaar. En eigenlijk is de ploeg uit Wassenaar verplicht aan zijn stand om dit te winnen. Goeie aanval en dan daar de tip in. En de goal. 1-0 dus voor HGC. Dat wordt natuurlijk gelijk doorgeëpt. Goeie aanval dit. Veel snelheid in de bal. En dan het overzicht bewaren. En een prima treffer. Duroos, Philip Duroos. Die hem intikt. Met deze strakke voorzet. HGC doet eigenlijk gewoon wat het aan zijn stand verplicht is. En gaat met een 2-0 voorsprong rusten. Prachtig. Goed hockey bij Vlagen van de ploeg uit Wassenaar. Kan Laren dan nog iets? Nou, eigenlijk had de thuisploeg weinig in te brengen. Heer en meester. HGC dus. En let nu op. Dit is een aanval uit het boekje. Het lijkt wel een training. Kijk, tik, tik, tik. En dan meegeven. Oh, dit is prachtig hockey. Hockey van de bovenste plank. Uiteindelijk Mulman die hem erin tikt. Dick Mulman. Wat een prachtige aanval. Met diepgang. En dan de goal. 3-0, het kan natuurlijk niet meer fout. Voor de ploeg van trainer Dick Loods. Een balende keeper, doelman King. En nou zou nog een keer moeten vissen, die keeper. Machtsvertoon van de ploeg uit Wassenaar. De koploper uit de hockeyhoofdklasse. Prima doelpunt. Bakhuis. Toen. Schitterende goal. 4-0. Extra tijd van de wedstrijd. Laren met een strafbal. En hier de Kruizen. Hagenaar in Larense dienst. Redt de eer voor de ploeg uit het Gooi. HGC doet goede zaken. Het wint met 4-1. Ik denk wel dat er een paar dingen zijn die we goed doen. Maar als ik één ding zou moeten noemen, is het toch wel dat we echt bereid zijn om voor elkaar door het vuur te gaan. En dat, daar begint het wel allemaal. En op het moment dat dat voor elkaar is, dan kunnen andere individuele kwaliteiten in je voordeel gaan werken. Maar dat is wel het allerbelangrijkste van wat ons nu helpt. De derde treffer vanmiddag vond ik tophockey. Ja, die was mooi. Hè? Ik heb ook genoten. Ja, echt heel gaaf om zo'n goal te maken. Hap, achterlangs, cirkel in, helemaal uitgespeeld. Ja, prachtig. Zijn dat dingen waar je hebt traind? Ja, tuurlijk. En zeker tegen Laren was ook wel een van de dingen dat we zeiden, joh, als je nou op een kant zit, probeer nou eens één keer paf paf met twee pasen naar de andere kant te komen. Dat deden we voor rust, daar kwam de 2-0 uit. En we doen het na rust ook een paar keer. Dus ja, dat is iets waar we heel veel op trainen. Ja.